Ja, dag. Er wordt naar mij toegebeld en dat neem ik lekker niet op. Hey, hallo lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag en ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag dus, wat ik al zei, donderdag 6 mei. En dan ja, in mei leggen alle vogeltjes aan je, wordt er gezegd. En het is 13:26 uur. Rond een uur of twee komt Karin met een K, mijn begeleidster. En ja, wie kan de telefoon? Ja, uiteraard. Mijn lieftallige dochter Karin met een C. Dus ja, ik heb even haar geluid even zachtjes gedaan. Ze was ook in gesprek met iemand anders. Dus ja, dan ze hoort het vanzelf al dat ik even aan het vloggen ben. Ik ga straks dus even lekker, denk ik, lopen. Maar ja, ik zit ook te denken, ik kan wachten totdat Karin er is. Maar ja. Als ik weg ben, dan wees ze er met de veende, zeg maar. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer, maar het is ook bewolkt. Afgelopen nacht hebben wij hier een onweer gehad, omdat maar een beetje. Ik was wel weer gelijk wakker. Ja, dat heet je zo, hè. En dan ben je ook weer klaar wakker. En dan kun je nog een uur of vijf, zes zien worden. Ja, leuk is dat niet meer. Maakt niet uit, ik kan de pret niet drukken. We gaan gewoon weer verder. Ja! Dus wat we gaan doen vandaag, ik niet weten. Nee. Maar in ieder geval, ik neem jullie gewoon weer mee. Dat weten jullie. Dus ja. En ja, dag. Er wordt naar mij toegebeld en dat neem ik lekker niet op. Nee. Want dat is fraude. Dus weg ermee. Ja. Ik ga geen fraudeberichten aannemen. Nee. Gelijk blokkeren zo meteen die handel. Ja. Het staat er mooi bij, hè, dat het dan fraude is. Ja. Dan moet je gelijk niet opnemen, maar gelijk hup, weg ermee. Maar oké, lieve vrienden, geniet. Ik vergeet jullie niet. Ik zal altijd aan jullie blijven denken. En ik kom vandaag heus nog wel weer een keer retour om te kijken hoe het dan allemaal weer gaat met jullie. En vertel hoe het met mij gaat natuurlijk. Nou, momenteel gaat het lekker, gaat het goed. En ik heb gewoon vol goede moed. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Ja, ja, lieve vrienden, ze zijn aan het oefenen op zee. Eindelijk, maar toch tref ik het, hè. Nou weet ik het niet daar. Het is mooi. Wat ze doen, weet ik niet. Geweldig, hè? Ja. Maar ik ga ook weer even wat foto's maken, want dan kan ik nog veel verder inzoomen. Ja, echt waar. Ik kwam hier eigenlijk om het kerkje. Die verder in te zoomen. Maar dat is mooi. En ik zit nog op mijn booster, dus ja. Echt gaaf. Dan moet ik weer zoeken. Daar, kijk eens. Thank you.
Ik ga er even aan deze kant door. Dan kun je zoeken. Mooi, hè? Geweldig om dat te zien. Maar ja, Ik weet niet waar we nou zijn, want ik zie nou verder niks meer. Ja, dat is de zee. Dat is Texel. Ik zie er nog niet zoveel. Ik zie mezelf, ja. Spiegelbeeld. De helikopter is veel verder dan het bootje. Maar oké, lieve vrienden, we zijn dus op de dijk aanbeland, zoals jullie begrijpen. Ja, echt wel. Dus ik stop er weer even mee, ik ga foto's maken. Ja, tot later.